Verkeerspost Tiel wint prijs, waterschapsbelasting nagenoeg niet omhoog, concert Ziekenhuis succesvol, namen Appelpop bekend en Beach Tournament 2011 zit erop. Dit is Stads-TV Tiel Actueel. De verkeerspost Tiel is uitgeroepen tot de beste post 2011. De prijs is uitgereikt aan Anton van Straten. Hij is de coördinator in Tiel en Jan-Hendrik Beks. Hij is districtshoofd van het RWS. Het Gilde heeft een wisselbeker in het leven geroepen. Op vakbeurzen en op de website konden alle vaarweggebruikers hun voorkeur uitspreken door middel van een stembiljet. Jaarlijks wordt deze beker toegekend aan de post van het jaar. De wisselbeker staat in het teken van samenwerking tussen de vaarweggebruikers en operators. 22 posten deden mee. Tiel kreeg 31% van de stemmen. Goedemorgen, achteruit de gemeentehaven en de opvaart. Zwarte Zee, zeker Tiel begrepen. De eerste afvaart boven de gemeentehaven op 1200 meter. En eenmaal opvaart beneden de gemeentehaven op 200 meter met bestemming Sluis-Tiel over. Oké, met die afvaart stuur bestuurbord, gaat dat? Zwarte Zee, standby. Meneer Beks, namens de Raakon, van harte gefeliciteerd met het behalen van Jan Kaspersbokaal. Het is een wisselbeker, de andere mag u houden, deze moet helaas weer terug. Verdedigen met verven en misschien mag je blijven. Oké, dankjewel. Wij zullen hem met eer een goede plek geven en proberen hem te verdedigen. Dankjewel. De tarieven voor de waterschapslasten zullen de komende jaren slechts beperkt stijgen. In de door het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland vastgestelde voorjaarsnota 2011 is de lastenontwikkeling in de komende jaren aangegeven. Freek Jochems van waterschap Rivierenland. De lasten van de waterschap gaan slechts, mag ik wel zeggen, 2,56% gemiddeld omhoog in de jaren 2012 tot 2016. Ik zeg slechts omdat we de verwachting hadden dat dat misschien meer zou moeten zijn, omdat we door de ondertekening van het bestuursakkoord, water met vuur. Dat hebben we ondertekend. En daarin worden verantwoordelijkheden vanuit de Rijksoverheid neergelegd bij de lagere overheden. Dus ook bij de waterschappen. Dus ook bij Waterschap Rivierenland. Onder andere leveren wij daar een hele grote bijdrage in het hoogwaterbeschermingsprogramma. En dat brengt heel veel kosten en bijdragen met zich mee. Maar we hebben dankzij slimme bestuurlijke keuzes en bezuinigingen en effectiever werken zijn we toch in staat gebleken om die belastingverhoging te beperken. In Tiel werd onlangs een concert gegeven op een bijzondere locatie, namelijk het parkeerterrein bij het ziekenhuis. Het gratis toegankelijke concert was een cadeautje van het ziekenhuis voor iedereen die heeft bijgedragen aan de nieuwe inrichting van de afdeling voor kankerpatiënten. Een actie daarvoor leverde onlangs 75.000 euro op. Onder andere de jonge Tielse pianist Martin Oei trad op. Bezoekers was aangeraden zelf een klapstoeltje mee te nemen naar het parkeerterrein. Heel bijzonder dat u in deze vakantietijd de moeite heeft genomen om hier naartoe te komen. Naar een uniek initiatief van een ziekenhuis in samenwerking met de stichting Vrienden van het ziekenhuis om een concert wat zeer gevarieerd zal zijn vanavond voor u te brengen. Maandag 4 juli vond in 22 een persconferentie plaats waar de namen van bands van de 20e editie van Appelpop bekend werden gemaakt. Ja, dat feestje moet natuurlijk ieder jaar wel weer betaald worden. De formule Appelpop is nog steeds geweldige vrijwilligers, geweldige sponsors. En dat proberen we in die mix bij elkaar, kun je het gewoon financieel gewoon rondbreien. Want Appelpop kost wel een paar centen, want dit jaar zijn we zijn een beetje doorgegroeid. Vorig jaar zaten we tegen de 8 ton aan. Inmiddels is het 8,5 ton geworden waar we het over hebben. Heel hoop geld. Over alle nieuwe namen even draaglijk te houden, ook even eentje die we al wisten. Kane heeft ook al een aantal keer op Appelpop gespeeld en telkens heel veel positieve reacties opgeleverd en bewezen
een grote headliner in de Nederlandse scene te zijn. Dit jaar ook Singles Only in Ahoy gedaan, een aantal hele grote concerten, elke keer uitverkocht. Een heel sterke band ook nu, dus naast Dennis en Dinant, de vaste kern van Kane, hebben ze een aantal heel sterke muzikanten. Ivo Severijns, onder andere Joost Kroon op drums, dus dat is een stevige bezetting in de Nederlandse muziekscene. Zijn we ook heel blij mee dat we die op ons hoofdpodium kunnen zetten aan het begin van de avond op zaterdag. Beach Tournament Tiel is een jaarlijks terugkerend sportevenement in de maanden april, mei en juni. De doelstelling van de organisatie van Beach Tournament Tiel is om jong en oud plezier te laten hebben met diverse sporten op een strand. Afgelopen weekend vond op het terrein van Teolen de laatste editie plaats van 2011. Hey, wij kunnen dit echt niet alleen. Wij hebben heel veel hulp van vrienden, kennissen, maar met name mensen die met Teolen werken, maar ook familie die niks met deze vereniging te maken hebben. En daarvoor organiseren we straks ook, en dat is toevallig vandaag, een barbecue'tje. Voor alle mensen die ons, en dat maakt niet uit of je 2 uur meegeholpen hebt of 10 uur, ons zelf cijferen weg. Want wij zijn hier eigenlijk 7 dagen in de week mee bezig. Het is, als de mensen weggaan, kunnen wij dan een keer de boel op gaan ramen. Dat maakt niet uit, de kleedkamer moet schoon, zodat alles verklaard is voor de volgende dag. En volgende week gaan we de boel afbreken. En dan beginnen we volgend jaar weer fris met een nieuw seizoen. Tot zover StadsCV Tiel Actueel. Hebt u voor ons informatie? Laat het ons dan weten. Dit kan via info@stadstvtiel.nl.